beautiful ladies. Dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. En in deze aflevering gaan we het dan eindelijk hebben over het onderwerp feminisme. We gaan het hebben over het nieuwe Hipsterish Y2K All New and Improved feminisme. Woep! Yup, feminisme is weer iets om heel enthousiast over te worden. Helemaal nieuw en verbeterd, weet je wel. Je hebt het misschien niet eerder zo expliciet gezien of bedacht, maar het is eigenlijk altijd al het achterliggende doel van Enterprise Me TV geweest. Waar heb je het over? Yup, ik dacht al dat dat misschien je eerste gedachte zou kunnen zijn. Dus let's talk, you and me, face to face. In 2014 heb ik een aantal boeken gelezen die specifiek ook betrekking hebben over het feminisme. Dat zijn deze boeken. En wat mij betreft is de belangrijkste realisatie die ik hieruit haal dat feminisme niet meer gaat om fundamentele rechten die ons worden ontzegd. Ik denk dat feminisme tegenwoordig veel meer gaat om rechten die we onszelf ontzeggen. Hoe reageer jij bijvoorbeeld als je ineens een promotie krijgt of een groot project wat jou wordt toevertrouwd? Erger nog, stel je vindt dat jij wel een promotie verdient. Wat doe jij dan om die promotie te krijgen? En durf je dan ook vol trots en zonder gêne te vertellen wat jij kan en waar jij heel goed in bent? Zonder ergens een soort stiekem gevoel te krijgen dat dat heel arrogant is. En nee. Je ontkomt ook niet aan mijn vragen als jij bijvoorbeeld een thuisblijfmoeder bent. Want durf jij bijvoorbeeld om hulp te vragen als je het allemaal even niet aan kan? Of is dat iets voor inferieure wezens? Ja, ik weet dat jullie hebben niet eerder zo in your face gezien, maar dit is iets wat me echt heel erg aan het hart gaat. Even serieus, hier maak ik echt geen grap over. En dit is iets waar ik me de aankomende jaren met Enterprise Me TV heel sterk voor ga maken. Want ik wil dat jij vol trots over jezelf kan vertellen en over jouw accomplishments, zonder dat je ergens in je achterhoofd het idee hebt dat dat heel arrogant is. Want er is echt een heel groot verschil tussen arrogant zijn en je beter voelen dan andere mensen, of gewoon oprecht trots zijn op iets wat jij heel goed kan, zonder dat je daarmee andere mensen denigreert. Ik wil ook dat jij blij bent met wie je bent en oprecht van jezelf houdt. Maar dat je ook durft te vragen om iets waar jij denkt dat je recht op hebt. En hell no, ik wil niet dat jij in een soort van mevrouw Bulstronk verandert om dit allemaal te kunnen. Kan ook prima zonder dat je in een half manwijf verandert. Ik zie dit echt als mijn bijdrage aan een betere wereld. Oh, by the way, het is echt nergens voor nodig om mannen te bashen. In mijn ervaring zijn mannen echt topcollega's en ondersteunen ze vrouwen ook echt als ze vooruit willen. Maar dan moet je wel om die hulp durven vragen. Ik ga het aankomende jaar veel meer video's maken waarmee ik jou vooruit probeer te helpen. Gezond en fit zijn horen wat mij betreft gewoon daar altijd bij. Want zonder je gezondheid ben je nergens. En met name bij vrouwen vind ik een gezond zelfbeeld ook heel erg belangrijk. Dus de video's over clean eating en fit zijn, dat zal nooit veranderen. We gaan het wel echt weer hebben over zakelijke dingen. Je mag altijd verzoekjes in de comments plaatsen als jij ergens tegenaan loopt. Ik maak deze video's voor jou en het geeft mij echt het allergrootste plezier om te horen dat een van jullie bijvoorbeeld heeft durven onderhandelen naar aanleiding van een video die je van mij hebt gezien. Daar doe ik het voor. Om af te sluiten heb ik 2 vragen voor jou. De eerste vraag is: wat wil jij over 5 jaar bereiken? En vraag nummer 2: in hoeverre speelt jouw vrouw zijn een rol bij wat jij wil bereiken? Laat het even weten in de comments. Ik ben super benieuwd naar jullie ambities. Voor mij geldt dat ik over 5 jaar het liefst zelfstandig ondernemer ben en mijn missie om vrouwen vooruit te helpen fulltime kan uitvoeren. Of dat nou via YouTube is of als personal coach, I don't care. Mijn vrouw zijn speelt daarin een belangrijke rol, omdat de muren waar ik tegenaan ga lopen, daar zijn duizenden andere vrouwelijke ondernemers tegenaan gelopen. En alles wat ik leer zal ik proberen om ook aan jou door te geven. Dat betekent niet per se dat jij ondernemer moet willen worden, maar sommige learnings zijn ook gewoon universeel. Het is een gigabreed onderwerp. Ik zal losse video's maken, zeker ook over de learnings die ik heb opgedaan uit de boeken die ik al heb gelezen. Ik zeg high five kanjers, we gaan ervoor. Als je geabonneerd bent, zie ik je volgende week. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu, want dan krijg je de updates automatisch binnen. En voor nu wens ik je een hele fijne zaterdag. Dankjewel voor het kijken.